Yo kijkers van Online Clips en welkom dan weer in een hele speciale gloednieuwe informatie video. Goed jongens, het is weer tijd voor een informatie video. Wat hebben we de komende maand te doen? De maand juni staat weer in ons programma. Wat gaan we in de maand doen? We gaan de opname zien van maandag en tot vrijdag. Is er gewoon niks veranderd zoals altijd. Komt gewoon Minecraft, rollercoaster, ja, FIFA op de maandag. Dus er is eigenlijk niks veel veranderd in onze dingen. Oké. De informatievideo daar wil ik het even jullie hebben. De volgende is op 1 juli. Dan wil ik, ja, wel wat gaan doen. Als we dat hebben gedaan, dan hebben we de tweede. Die is heel snel, dat is op 22 juli. Waarom zo in een random dag nou? 22 juli. Laatste voor de zomerstop. Dus jongens, we hebben nog een anderhalve maand te gaan. Voordat de zomerstop gaat beginnen. Dus de laatste anderhalve maand gaat bij ons in. En dus dat betekent dat we ook op Minecraft een anderhalve maand te gaan hebben. En dan zit het seizoen van Minecraft erop. Ja. Er komen weer intros aan Tum, dus daar ben ik nog niet echt meer op gekomen. Na de zomerstop wordt alles omgelegd, ja. Dat weten jullie wel. Natuurlijk moet Nederland zelf daar ook voetballen. Op 9 juni moet Nederland tegen Luxemburg. Die gaan we natuurlijk voorspellen. Gewoon op 7 juni. Die komt op 18:30. Dat betekent dus dat er ook geen Minecraft komt. Maar ja, we hebben nog zoveel dingen te doen op Minecraft. Dus misschien kunnen wij wel zeggen dat we een beetje doorgaan. Een beetje flink wat vaart erachteraan zetten. Dat we wat langere afleveringen hebben. Of misschien een speciale van een uur bijvoorbeeld in het weekend. Weet ik veel. Dat kan allemaal. Ja, 22 juli is gewoon de laatste aflevering voor de zomerstop. En ik weet niet wanneer dat de zomerstop gaat beginnen. Dat kunnen we eens even zien. Ja. Zomervakantie 2017. Ja, hier zo. En dan kun je dat gewoon zien. Kijk. Zomervakantie 2017 in Nederland. Hallo? Oh. Oké, basisonderwijs. 22 juli voor. Oké, dit is allemaal hetzelfde. Dus Noorden hebben 22 juli tot en met 3 september. In het midden 8 juli tot en met 20 augustus. In het zuiden 15 juli. Dus ik woon hier, ik woon in het zuiden van het land, tot en met 27 augustus. En je moet even kijken wat het dichtst bij zijn is. En dat is nu het laatste, oh ja, het laatste. Want op 22 juli heeft heel Nederland vakantie tot, het is weer 3 september. Oeh. En 20 augustus en 27 augustus. Dus dan zal de zomerstop gaan van 22 juli tot en met 20 augustus, is dus dik een maand. Dus van week 30 tot en met week 33. Dus dat betekent dat sommige mensen van jullie al vakantie hebben, terwijl dat gewoon door opnemen. En sommige mensen, die moeten gewoon naar school, ja. Dat kan, en op het einde heb jij dus dan, heb jij nog vakantie. En dan ga ik ook even goed door met dingen. Dus je zult sowieso 2 tot 3 weken, zul jij, als je vakantie hebt, zal ik gewoon gaan opnemen. We gaan sowieso van 22 juli tot en met 20 augustus zijn er geen opnames. Geen opnames. Dus ik schrijf erbij, 22 juli. Tot en met 20 augustus, zomer, stop, dus
geen opnames. Dan weet je dat het was 20 juli tot maar 20 augustus. Soms zijn er dus ook geen opnames. Ik zal er heel even dit erbij zetten. Dan weet je dat was, ja, Nederlands Elftal. Moet Nederlands Elftal ook nog een andere keer? Oh, 31 augustus. Oh, dan zijn we al lang voorbij voor die zomerstop. Jongens, dan weet je dat in ieder geval dat op 22 juli tot met 20 augustus geen opnames. Ja. Nederlands Elftal 9 juni wordt opgenomen op 7 juni om 18:30. Die kunnen dus geen maken. Maar eigenlijk moeten we eigenlijk officieel wel wat vaart inmaken op Minecraft. Ik weet niet hoe we dat precies gaan doen, maar ik zie jullie volgende maand op 1 juli voor de volgende zomerstap. Zomerstap, voor de volgende informatievideo's. Ja. Dan weten jullie dat het in ieder geval. Moet ik nog wat aanpassen? Nee, ja. Maandag tot met vrijdag blijft zo, denk ik, standaard. Kan zijn dat er ietsjes wordt veranderd, maar dat is voor later zorgen. Kijkers, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat jullie een leuke, fijn zijn geïnformeerd. Ik zie jullie volgende maand op 1 juli natuurlijk weer. Kijkers, dan ga ik er natuurlijk hier mee bedanken. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor een like. En tot de volgende maand op 1 juli voor de volgende informatievideo, jongens. Mazzel!